Dennis, jij bent met een hele groep vrienden volgens mij hier langs de straat gaan zitten. Zeker, klopt. En waarom? Via Gladiola toch? Zo steeds alternatieve vierdaagse, dus het is leuk dat die mensen ergens binnenkomen met een positief gevoel. Hey, en nu ben je met een groep vrienden of met een studentenhuis? Wij zijn een woonvereniging met aanhang en dat soort zaken, ja. Ja. Het ziet er wel gezellig uit, zeker. We zijn allemaal aan het klappen, aan het bier. Jazeker, ja. Ja. Wat zijn de reacties van de mensen? Iedereen is super blij, ja. En dat snap ik ook wel, ja. De hele Sint-Anna is leeg, behalve hier, dus ja. Ja. Ja, het zit hier helemaal vol. Ik zie al wel wat lopers voorbij komen lopen. Alhoewel, nu voornamelijk fietsers, maar die hebben denk ik ook wel daar zin als. Ja, die vinden het ook leuk. Iedereen vindt het leuk. Ja, ja. Kijk. We komen gewoon een aantal militairen tegen. Waarom doen jullie mee met de alternatieve vierdaagse? Wij doen mee om toch te laten zien als we militairen toch een prestatie neer kunnen zetten. En een vierdaagse is een feestje, dus ja, we proberen toch een beetje dat feestje mee te maken. Ja, hoeveel kilometer hebben jullie met z'n allen gewandeld? Ik denk dat we nu al over de 160 zitten. De 160? Ja, 4 dagen lang. We zijn zo'n beetje van Zeeland, lopen nu bijna naar Duitsland toe, hè? Van Zeeland naar Duitsland? Leg uit, waarom niet de gewone normale route? Nee, maar dat mocht niet, hè? We mogen niet de normale route doen, want daar gaan te veel mensen uiteindelijk op het parcours lopen. Ja. Dus we zijn van vliegbasis naar vliegbasis gegaan, want we zijn natuurlijk als luchtmacht willen we ook laten zien dat we als luchtmachtmilitairen nog steeds tot de prestatie in staat zijn. Ja. Kunnen ze even wat laten horen? Als er een hele groep mensen langslopen, wat horen we dan? Jongens, wat doen jullie als er een groep mensen voorbij loopt? Ja, dat.